my god! Hennis! Hennis! T-Pork! Okay, people, let's go to work. Yes, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Even Lekker In... In bed. En dit keer gaan we dus iets spelen en ik weet niet hoe we dit gaan doen. Team Park. Wat moeten we doen? Ik moet iets klikken. Wat moet ik klikken? Ik kan het niet wegklikken. Ik moet dit gewoon afwachten. Oké. Okay. United Kingdom. Balans 0 euro. Park name. Oh, je mag zelf iets My Park. Oké, we gaan het anders noemen. We noemen dit... Da Vinci Park. Past dat? Ja, dat past wel. Da Vinci Crystal. 26 jaar oud, smart en sexy. Nice to meet you. I'm Crystal Moore. And I take you over from here. And I will be your guide. Oké, okay, leuk. Zullen we met me samenwerken? Die vrouw is sexy en cool. Dit is Team Park. Oh my god, dit ziet er fantastisch uit. De muziek is nou al vervelend, maar dat maakt niet uit. We gaan wat bouwen! Wat kunnen we bouwen? Er komen al bezoekers en ik heb geen attracties. Ik ga wat bouwen. Oh, wat gaaf is dit. Een spookhuis, een merry-go-round, een treehouse en een bouncy castle. Ik ga maar deze kopen. En dat bouncy castle ga ik hier ergens plaatsen waar het kan. I don't understand. Holy fuck, dat zijn grote gebouwen. Ja, oké. Okay. Oké, ik heb wat gebouwd. We gaan een attractie bouwen. Dit is echt wel één grote ijssalon dit. Zo, ik moet hem omcirkelen dat ik hem wil. En dan plaatsen we hem hiernaast. Oké. Okay. Uitgang. En ingang, uitgang. Oké, okay, tof. Ik vind het allemaal goed. Ik vind het mooi. Zolang mensen erin kunnen, is het helemaal goed. Kan ik het park openen? Ik wil het park heel graag openen. Oh! Yes, zo. Oké, het park is nu open. Ik moet de prijs lager maken. Welke prijs? Ik snap niet hoe ik het aanpas! Ik koop een bloempot. Deze en ik koop deze. Oh, je moet er één kopen. Oké, okay, per keer. Oké. Okay. Schattig. We gaan mensen inhuren. Deze beer, want die is schattig. Die gaat hier zo. Oké. Wat schattig. Kijk hoe groot die beer is. Die is gewoon even groot als dat bosje. Hij is wel schattig. Kunnen we nog wat inhuren? Raise or lower your ticket price. Ik moet hem lager maken hoor. 20 euro. Komen er al mensen? Oh, die beer gaat gewoon naar buiten. Kijk, hij loopt gewoon buiten. Oké. Okay. Ze geven ook allemaal tips en zo, maar ik heb nog steeds geen klanten. Ik snap er geen reet van. We gaan naar het warehouse. Er komen mensen, ze hebben gelijk honger. Dat betekent dat we een Burger King moeten bouwen. En hier zie ik... Even kijken, hebben we ergens Balloon World, Duck Shoot? Hebben we toch al iets om te eten of zo? We hebben niet echt iets om te... Ja, dit, sweet, maar geen... En drinken. Nou ja, we bouwen dit maar dan. Londen, ik vind het wel heel schattig gedaan, joh. En we bouwen een pad. En dat pad gaat hier komen. Zo, nu kunnen mensen daar ook heen lopen. Zo, ik laat het pad helemaal doorlopen. Oh! Oh, dat is echt... Dat is heel vervelend, dit. Die besturing. We maken dit gewoon een pleintje. Zie je dat? Hoppakee, leuk. En die plaatsen we... Ik denk gewoon hier. Dat vind ik een mooie plek. Zo, kun je het goed zien? Ja, hè? Zo. Oké, dan moeten we een uitgang maken voor als pad. Hoe doen we dat? Ik denk dit. Oh, wat schattig. Ja, mensen gaan erin, denk ik nu. Mooi zo. Spookhuis is geopend voor jong en oud. Gaat hij er ook echt in? Even kijken. Oh, shit. Ja, ik weet niet hoe... Godverdorie, jongens. Mensen droppen allemaal etensresten op het pad al. Ongelooflijk. Hoe prullenbakken plaatsen of zo? Kijk, we hebben een prullenbakje. Volgens mij is dit een prullenbak. Nee, een outhouse. Ik zou die kunnen bouwen. Ik weet niet wat het doet. Lijken net
wc'tjes als bij Theme Park World. Want het spel heet ook Theme Park World natuurlijk. Kijk, kunnen we daar nog eens kijken? Ze hebben vast wel iets van... Tree Stomp fans. Mensen droppen allemaal eten! Ik neem nog een man aan. Die gaat het allemaal schoonmaken. Oh, hij ruimt het wel heel schoon op. Hij gaat iets van nee knikken van waarom laten die mensen hier wat droppen. Maar iedereen wil vreten. Iedereen wil hamburgers. Maar ik kan geen hamburgers bouwen, zeg maar. Ik heb het echt heel vreemd, maar... Ik kan dit wel neerzetten, de duck shoot. Maar dan kunnen ze niet echt van eten, zeg maar. Ik zet hem wel gewoon neer. Kijk, ze droppen gelijk een stuk pizza daar, zag je het? Ik ga kijken hoe ik dit kan oplossen, want... Er staat niet dat ik iets kan bouwen van een prullenbak. En dat vind ik raar, joh. Ze horen toch wel iets... Oh, wat schattig. Je kan... Wat leuk, joh. Dit heb ik nog nooit gezien in een park, joh. In een rollercoasterspel. Oh, we kunnen frietjes plaatsen. Ik laat zo zien wat ik net bedoelde. Wat ik heb gemaakt. Schitterend, dit. Je kan dus kiezen voor welke attractie je een bordje plaatst. Dus... Ik heb hier een sign staan en op die sign staat dat aan de linkerkant dat hier die attractie is van die theekopjes. Die nou keihard in de... Oh, gaat dat ploffen of zo, joh? Snel deze aannemen. Hoppakee. En we gaan hem nog een keer aannemen. Mensen vervelen zich in die wachtrij. Prachtig. Ja, dat vind ik mooi, hè? Dat vind ik mooi. Oh my god, die toetsen zijn belachelijk. En iedereen... Zelfs een fucking... Een medewerker zit gewoon in het gras te picknicken. Wat is die aan het doen? Hij eet zijn boterham op het grasveld. What the fuck, jongen? En al die grasmaaiers lopen hier een beetje te grasmaaien terwijl ze hier eten moeten opruimen. Wat een ongelofelijk kutspel. Mensen, dit was Theme Park World voor de DS. Ik raad het af. Het besturing is zwaar kloten. Echt waar. Ongelofelijk.